Ik ga jullie in het volgende half uur, of ik ben gevraagd om in het volgende half uur iets te komen vertellen over de link tussen kinderarmoede en lokaal beleid. En ik heb mijn presentatie getiteld Kinderarmoedebestrijding op lokaal niveau tussen droom en daad. En de kenners weten dat dat een verwijzing is naar een gedicht van Willem Elschot. Het huwelijk. En het zal dan ook de vraag zijn of het een goed huwelijk is tussen lokaal besturen enerzijds en kinderarmoedebestrijding anderzijds. En ik ga dat doen, of ik ga het verhaal vertellen aan de hand van drie stellingen. En mijn eerste stelling is een cliché dat huizen hoog is, maar wel waar is. Kinderarmoede bestaat niet. Nu, dat wordt heel vaak gezegd, kinderarmoede bestaat niet. Waarom bestaat dat niet? Omdat kinderen in een gezin wonen en armoede is een probleem op het niveau van het gezin. Om dat te bewijzen, een grafiekje voor kinderarmoede bij alle Europese landen en ook armoede bij de bevolking van alle Europese landen. En wat je ziet, is dat er enerzijds heel grote diversiteit is tussen Europese landen. De beste landen, of de landen die het het best doen, zijn IJsland, Tsjechië, Nederland, Noorwegen. De landen die het slechtst doen, zijn Bulgarije, Roemenië, Spanje en Griekenland. Niet heel onverwacht, denk ik. En België zit er ergens middenin. Hier. Wat je ook ziet, is het niveau van de kinderarmoede. En hoe meten we dat? Dat zijn de kinderen tussen 0 en 18 jaar die leven in een gezin waar het inkomen onder de armoedegrens valt. En dat wordt dan gemeten op basis van die SILC-gegevens waar Jo daar pas over had. En wat zien we? Dat landen die het goed doen voor heel hun bevolking, doen het ook goed voor hun kinderen. Landen die het goed doen op vlak van kinderarmoede, die erin slagen om die kinderarmoede naar beneden te halen, die doen het ook goed voor al de rest van de bevolking. En hoe komt dat? Natuurlijk omdat die kinderen wonen in die gezinnen die kampen met armoede. En centraal in dat probleem staat een tekort aan middelen. We hebben dat pas gehoord dat armoede eigenlijk een multidimensioneel probleem is. En dat klopt ook. Armoede uit zich op heel veel verschillende vlakken. Er is eigenlijk sociale uitsluiting op heel veel verschillende vlakken. Maar ik denk dat we die meerdere dimensies niet in de weg mogen laten staan van een analyse waar het echt om draait. En waar draait het om? Je hebt gewoon te weinig geld om op een normale manier, om op een treffelijke manier te leven in onze samenleving. Wat is een treffelijke manier? Dat is eigenlijk niet kunnen doen wat iedereen helemaal normaal vindt om te doen. Uw kinderen naar school sturen met een volle brooddoos, uw rekeningen betalen als ze komen, naar de dokter kunnen gaan als je ziek bent, in een huis wonen dat een beetje deftig is om in te wonen. Dat soort dingen. Het gaat niet over luxueuze uitstapjes, het gaat over heel normale, basale dingen van wat wij eigenlijk een normaal leven beschouwen. Als je leeft in een gezin met een inkomen onder die armoedegrens, is het heel moeilijk om dat te doen. Die armoedegrens, ik heb ze hier gegeven, 1003 euro per maand voor een alleenstaande, 1600 euro per maand voor een alleenstaande moeder met twee kinderen en 2100 euro per maand voor een koppel met twee kinderen. Nu, 2100 euro per maand voor een koppel met twee kinderen, je zou natuurlijk kunnen zeggen, dat is toch redelijk veel. Maar als je dat beetje uit, als je dat bekijkt en als je dat uitrekent, dan valt dat nogal tegen. Als we uitgaan van bijvoorbeeld een gezin met een gemiddelde huurkost van iets meer dan 500 euro en je leeft op die armoedegrens, heb je per maand nog 35 euro per dag, nog 35 euro over. Met die 35 euro moet je alles betalen. Schoolrekeningen, ziektekosten, eten, kledij, alles wat binnenkomt. Als mij dat overkomt, dan zal dat lukken. Waarom? Ik heb spaargeld, ik heb een groot sociaal netwerk enzovoort. Als je natuurlijk een jaar in dat soort situaties leeft, twee jaar in dat soort situaties leeft, dan wordt het al heel wat moeilijker. En daar gaat het om. En het gaat om kinderen die opgroeien in dat soort gezinnen. Die met dat inkomen moeten rondkomen, dat eigenlijk te weinig is om op een normale manier te gaan leven. Tekort aan geld staat centraal in het armoedeprobleem. En dat uit zich dan op heel veel verschillende dimensies. In welke gezinnen leven die kinderen? We hebben ook al wat gezien in de cijfers daar pas. Kinderarmoede is geconcentreerd in een bepaald soort gezinnen. Hier toon ik eigenlijk heel recent onderzoek, dus er is een primeur voor jullie,
waarbij ik bekijk van waar wonen nu die arme kinderen en welk soort gezinnen. En we zien in België, de groene balk is het aandeel van de kinderen in het totaal aantal kinderen, en we zien in België dat, als ik me niet vergis, ongeveer 30% van de kinderen groeit op in een gezin waar een alleenstaande moeder is, enerzijds, of waar de moeder van niet-EU-afkomst is, anderzijds. De grijze balkjes geven het kinderarmoederisico, het aandeel van die kinderen in het totaal aantal arme kinderen. En we zien dat in België bijna 70% van de arme kinderen is geconcentreerd in die gezinnen. Als we dus als beleidsmaker iets willen doen aan kinderarmoede, dan weten we op basis van deze grafiek waar de sleutel tot de oplossing zit. Alleenstaande moeders enerzijds, migrantengezinnen anderzijds. Daar is de kinderarmoede geconcentreerd. Nu, welk beleid moet je dan voeren? We weten, armoede is tekort aan geld, tekort aan middelen. Je bent uitgesloten op heel veel verschillende domeinen en kinderen wonen in een arm gezin. Als de kinderen arm zijn, zijn ook de ouders arm en vice versa. Er zijn twee opties om een beleid te voeren. Of een armoedebeleid bestaat eigenlijk uit twee sporen. Enerzijds voer je een structureel beleid. En een structureel beleid dat wil zeggen dat je moet proberen om die inkomens te verhogen. Tekort aan geld is het probleem, is de oorzaak en ook natuurlijk mee het gevolg van leven in armoede. En dus je moet proberen om die inkomens te verhogen. Die gezinsinkomens, het inkomen op het niveau van het gezin, moet je proberen te verhogen. En daarvoor heb je een structureel beleid nodig. Dat is een beleid dat erin slaagt om een grote groep gezinnen tegelijk te bereiken. Dat erin slaagt om die gezinsinkomens van die 15% gezinnen die onder die armoedegrens leven, om die omhoog te krijgen. Welke instrumenten heb je daarvoor nodig? Herverdelingsinstrumenten op een hoog niveau. Waarover gaat het dan? Instrumenten van uw sociale zekerheid, uw woonbeleid, uw tewerkstellingsbeleid, uw gezondheidsbeleid. Dat zijn de cruciale elementen om de kinderarmoede te doen dalen. Daarnaast heb je nog een ander soort beleid nodig. Wat ik noem flankerend beleid. En dat gaat dan over die effecten van leven in armoede. Leven in armoede heeft heel wat effecten voor mensen, zeker voor opgroeiende kinderen. En dus wat moet je doen? Tegelijkertijd moet je, terwijl je probeert die gezinsinkomens omhoog te krijgen, moet je proberen om die effecten te verzachten. Om ervoor te zorgen dat leven in armoede wat draaglijk is, dat mensen daarmee kunnen omgaan. En dat de effecten voor die kinderen, voor die opgroeiende kinderen, niet te groot worden. Zo'n structureel beleid, hoe doe je dat? Je kunt het op verschillende manieren doen. Natuurlijk, waar mensen meteen aan denken, is uitkering. We geven uitkering aan mensen in de hoop dat dat voldoende zal zijn om een gezin over die armoededrempel te tillen. Dat is een directe manier. Je kunt dat ook doen via herverdeling, via de fiscaliteit. Maar er zijn nog manieren om dat te doen. Je kunt dat doen via het beheersen van de kosten. Je kunt zorgen dat mensen met een bepaald inkomen minder kosten hebben. Dat het minder duur is om te wonen. Dat huurders bijvoorbeeld beter beschermd worden. Dat nutsvoorzieningen dat die wat goedkoper worden. Dat het onderwijs betaalbaar is. Dat is ook een manier om aan armoedebestrijding te doen, op een structurele manier. Je bereikt met één beleidsingreep een hele grote groep mensen. Dat is ook een indirecte manier om dat te doen. En dat kan dan bijvoorbeeld via tewerkstelling. Als mensen aan het werk gaan en als twee ouders in het gezin, als er twee ouders zijn, aan de slag gaan, dan verhoogt het gezinsinkomen onmiddellijk. Als je met twee werkt in een tweeverdienerssamenleving, heb je een heel kleine kans dat je in armoede belandt. En dus, goed armoedebeleid is ook een goed tewerkstellingsbeleid. Het moet niet alleen via fiscaliteit en via uitkeringen gaan, het moet ook gaan via tewerkstelling. We weten dat die kinderarmoede geconcentreerd is bij alleenstaande moeders en bij moeders van niet-EU-afkomst. En dat die heel vaak in gezinnen leven waar niet wordt gewerkt. En dus wat moet je doen? Daarop inzetten. Je moet op een of andere manier erin slagen om die mensen aan het werk te krijgen. Een andere indirecte manier om dat te doen is via preventieve maatregelen. En daar bijvoorbeeld denk ik aan kinderopvang en onderwijs. We weten dat kinderopvang een dubbele functie heeft. Enerzijds laat het ouders toe om te gaan werken, waardoor dus dat werkstellingsbeleid kan worden gevoerd. Maar anderzijds, als die kinderopvang van hoge kwaliteit is, weten we ook dat dat goed is voor die kinderen. We weten dat dat goed is voor de schoolse ontwikkeling van die kinderen, dat die, die skills aanleren om het later beter te doen in school. Wie het beter doet in school, heeft meer kans om een diploma te halen. Wie een diploma haalt, heeft veel minder kans om in armoede te belanden. Dus kinderopvang en onderwijs hebben, als je nadenkt over een kinderarmoedebeleid, een preventieve werking. Ter illustratie, maar ik ga er heel kort over zijn,
de effecten of de mogelijke impact van zo'n structureel armoedebeleid. Dat zijn uitgaven voor kinderbijslagen op de horizontale as, van klein naar groot. De verticale as zie je procent reductie in kinderarmoede. Met andere woorden, de mate waarin die kinderbijslagen erin slagen om de kinderarmoede te doen verminderen. En je ziet heel duidelijk dat het verband sterk is en positief. Hoe meer landen inzetten op een kinderbijslagsysteem, hoe beter zij erin zullen in slagen om die kinderarmoede te doen dalen. Zo simpel is dat. Kinderopvang. Horizontale as procent kinderarmoede, verticale as gebruik van kinderopvang door kinderen van 0 tot 2 jaar. En je ziet ook dat hier het verband duidelijk is. Hoe meer kinderen in de kinderopvang zetten, hoe lager uw kinderarmoedecijfer zal zijn. Natuurlijk, hier moeten we opletten, dat is geen rechtstreeks verband tussen de twee, maar hier zie je enerzijds het effect van tewerkstelling en anderzijds die preventieve werking van kinderopvang. Dus opnieuw, dat zijn de instrumenten die er zullen in slagen om op een structurele manier het gezinsinkomen van een grote groep mensen te verhogen. Maar dat structureel beleid, dat loopt spaak. Daar scheelt van alles mee in ons land. Matthäus effect, ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen, komt van het evangelie van Matthäus, een passus uit het evangelie van Matthäus, de rijken worden rijker en de armen blijven arm. En wat zien we hier? Dat de middengroepen en de hogere inkomens, want het zijn gezinsinkomens van laag naar hoog, het meest profiteren van die kinderopvang. Dat hun kinderen vooral in de kinderopvang zitten en de kinderen die het eigenlijk misschien het meest nodig hebben, omdat hun ouders niet aan het werk zijn en zij het meest baat hebben bij de kwaliteit van kinderopvang, dat die geen of veel minder gebruik maken van die kinderopvang. Dat is dus een probleem van een structureel beleid. Kinderarmoedereductie door kinderbijslagen, we hebben gezien, dat is heel belangrijk. Hoe meer je inzet op die kinderbijslagen, hoe beter je het doet. En de vraag is natuurlijk, of wat ook meespeelt, is hoe je die middelen inzet. En hoe verdeel je die totale pot aan middelen voor die kinderbijslag? En hier zien we, dat is een maatstaf van doelmatigheid, hoeveel geven landen uit, of hoeveel slagen landen erin om de kinderarmoede te verminderen per procent van het BBP gespendeerd aan kinderbijslag. En dus we kunnen landen vergelijken op dezelfde basis. En daar zien we dat België plots veel minder scoort. We geven veel uit aan ons systeem, maar eigenlijk zit die verdeling niet zo heel goed. Dus opnieuw, structureel beleid, dat zijn elementen waar we moeten op kunnen inzetten. Wat is dan het flankerend beleid? Flankerend beleid is om de effecten van armoede, van leven in armoede, te verzachten. En dat gaat dan over beleidsinstrumenten die vaak op een lager niveau zijn, waarmee je die verdeling van inkomens niet beïnvloedt, maar waarmee je direct de noden ledigt. Bijvoorbeeld het verhaal van de kinderen die met een lege brooddoos komen naar school. Dat is een directe noodzaak. Scholen die gaan erop reageren en die geven eten aan die kinderen. Die geven gratis maaltijden. Een directe nood wordt geledigd. Je hebt die kinderen geholpen. Je moet dat ook doen. Je kunt die kinderen niet zonder eten laten zijn. Maar natuurlijk het achterliggende probleem, namelijk een tekort aan middelen, een gebrek aan inkomen, ga je daarmee niet aanpakken. Het gaat dus over beleidsinstrumenten zoals opvoedingsondersteuning, budgetbeheer, gratis maaltijden op school. Veel kinderarmoedeprojecten behoren daartoe. Een uitpas, voedselbanken. Maar ook kinderopvang heeft eigenlijk ook een preventieve en flankerende werking. In de zin dat het kan helpen om het opvoedingsmilieu van die kinderen te gaan verbreden. Dus kinderopvang is een instrument dat zowel structureel als flankerend kan werken. Als je alleen maar inzet op dat flankerend armoedebeleid en niet op dat structurele, dan dweil je met de kraan open. Want dan los je niks ten gronde op, maar ga je alleen maar achter de feiten aanholen en proberen de effecten een beetje te verzachten. En dus kom ik tot mijn tweede stelling. En ik wil mensen hier niet met een zwaar gemoed de zaal doen verlaten, maar een lokaal beleid zal de kinderarmoede niet doen dalen. Dat is mijn tweede stelling. Waarom niet? Omdat we een schaalnadeel hebben. Hoe kun je nu het gezinsinkomen van een hele grote groep mensen gaan beïnvloeden van op het lokale niveau? Dat is heel erg moeilijk. In de centrumsteden zou je nog kunnen zeggen, ja, we bereiken toch wel wat mensen. Maar welke beleidsinstrumenten heb je voorhanden om die grote groep mensen, om die gezinsinkomens echt omhoog te krijgen? Ik denk dat er niet zo heel veel instrumenten van een structureel beleid zich situeren op dat lokale niveau. En dus voor een lokaal niveau is het heel moeilijk om dan die kinderarmoedecijfers te gaan doen dalen. Als we nadenken over inkomensbescherming bijvoorbeeld, welke instrumenten zijn er op het lokaal niveau waarmee je echt die inkomens kan doen verhogen van een grote groep mensen? Ik denk niet dat er heel veel instrumenten zijn.
We hebben het er dat pas ook al even over gehad. Op lokaal niveau heb je ook weinig mogelijkheden om je beleid te evalueren. Armoedemeting, de armoedecijfers die ik toon, zijn gebaseerd op die SILC-enquête. En die hebben we enkel voor het federale en het Vlaamse niveau, niet voor het niveau in de steden. En dus wat doen lokale besturen dan? Secundaire indicatoren gaan gebruiken. We hebben daar pas een aantal voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld het aantal leefloners in de stad, bijvoorbeeld het aantal kinderen die moet rondkomen, of die, dat leeft in een gezin met een verhoogde tegemoetkoming enzovoort. Maar dat is niet noodzakelijk hetzelfde als armoede zoals wij dat definiëren op basis van die armoedegrens. Hoeveel kinderen leven er in Kortrijk, in Hasselt, in Brugge onder die armoedegrens? Dat weten we eigenlijk niet. Als we nadenken over beleidsevaluatie en de impact van een beleid, ook dat is heel moeilijk. Hoe kun je nu de impact van een lokaal beleid gaan meten op kinderarmoedecijfers? Ik denk dat dat bijna onmogelijk is. Als je hier kijkt naar de verschillende aandelen van leefloongerechtigden in de bevolking voor verschillende steden. Dat is iets dat klassiek wordt gebruikt. Hoeveel leefloners hebben we in onze stad en hoe evolueert dat? Maar wat kun je daaruit afleiden voor het beleid? Wat is nu de impact van het beleid geweest? Het aantal leefloners hangt heel sterk af van exogene factoren, zoals we dat noemen. Van bijvoorbeeld het algemeen economisch klimaat. Hoeveel jobs zijn er voorhanden? Welk federaal beleid wordt er gevoerd? Wordt er een streng schorsingsbeleid gevoerd op federaal niveau? Dan zul je dat zien in die lokale statistieken. Maar als lokaal bestuur kun je daar niks aan doen. Als we Antwerpen en Gent bijvoorbeeld vergelijken, zien we dat er in Antwerpen veel minder leefloongerechtigden zijn dan in Gent. Heeft Antwerpen dan een goed beleid gevoerd? Of heeft Gent dan een slecht beleid gevoerd? Of heeft misschien Gent net een goed beleid gevoerd, omdat het meer mensen toelaat in het systeem? Dat zijn allemaal overwegingen die je eigenlijk heel moeilijk in een algemene impactevaluatie kunt gieten. Wat is nu eigenlijk de impact geweest van het beleid dat wij hebben gevoerd? Dat is heel erg moeilijk. En mijn derde stelling is dat een focus op kinderarmoede misschien niet altijd het beste idee is eigenlijk. Dat kan contraproductief werken. En ter illustratie toon ik een redelijk beroemde foto van hersenen. Ik heb die foto trouwens geplukt van de website van het OCME van Antwerpen. Die staat daar om aan te tonen waarom er een kinderarmoedebeleid wordt gevoerd. En op die foto zie je het verschil tussen de hersenen van een kind dat niet in de armoede opgroeit en de hersenen van een kind dat wel in armoede opgroeit. En dat is een heel sprekend beeld. Alleen is het een beetje jammer dat het fout is. Dat beeld komt uit een paper. En ik ga er heel kort over zijn. Maar ik vind het toch belangrijk om te weten dat het belangrijk is dat je met juiste informatie komt. Dat beeld komt uit een paper. En is uit de jaren 90 en gaat over verwaarlozing van Roemeense kinderen in weeshuizen daar. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als opgroeien in armoede in een sociale situatie zoals de onze. Maar dit beeld wordt wel gebruikt om een kinderarmoedebeleid te legitimeren. Want het is heel moeilijk om mensen warm te maken om te herverdelen. Het is heel moeilijk om mensen warm te maken om je publiek mee te krijgen om te zeggen van kom, we gaan nu echt die gezinnen uit armoede halen. Maar als je natuurlijk zo'n foto van een hersen ziet, van hersenen ziet, ja, die kinderen die kunnen daar helemaal niet aan doen natuurlijk. Dus we moeten zo snel mogelijk ingrijpen en iedereen zal er toch voor het mee eens zijn dat we dat niet kunnen toelaten. Dat we een stevig kinderarmoedebeleid op poten moeten zetten dat liefst zo vroeg mogelijk ingrijpt. Want daar ligt de sleutel. Want hoe meer die kinderen gestimuleerd worden van bij het begin, van bij de geboorte, hoe beter hun hersenontwikkeling zal zijn. En ik snap dat. Het is moeilijk om legitimiteit te krijgen voor een armoedebeleid. En met kinderen kun je dat wel doen. Kinderen zijn altijd onschuldig. En de gevolgen zijn wel merkbaar op het terrein. Want we zien meer en meer dat er in het armoedebeleid een focus komt op die jongste levensjaren, van 0 tot 3. We moeten daarop inzetten. Denk aan de hersenen, nee, want daar zit het probleem. En dat zorgt er ook voor dat het armoedebeleid meer en meer gefocust wordt op die specifieke vormen van armoedebeleid. Op specifieke vormen van flankerend armoedebeleid dat zich situeert, dat zich focust op die jongste levensjaren. Prenatale zorg, individuele begeleiding van de gezinnen, opvoeding ondersteunen en heel veel kinderarmoedeprojecten van het Kinderarmoedefonds horen daar ook toe. Ook lokale besturen stappen daar trouwens heel sterk in mee. Opnieuw met het idee om legitimiteit te creëren voor een beleid,
maar ik denk dat dat contraproductief kan werken. Waarom kan dat contraproductief werken? Omdat je natuurlijk de aandacht afleidt van waar het echt om draait. Van een structureel armoedebeleid dat erin slaagt om die laagste gezinsinkomens omhoog te krijgen. Hoe meer je gaat focussen op die jongste levensjaren, hoe makkelijker het wordt om de rest uit het oog te verliezen. Want voor de jongste levensjaren heb je steun van het publiek. Iedereen is het erover eens, die arme kindjes die kunnen daar niks aan doen. Als je steun moet krijgen van het publiek om te gaan herverdelen naar iemand die al 20 jaar werkloos is, dan wordt het al een beetje lastiger, daar win je weinig stemmen mee. En een tweede probleem is dat door voortdurend te benadrukken, en dat gebeurt ook, dat gebeurt in teksten, dat gebeurt in speeches, niet alleen in België trouwens, dat is een internationale trend, maar hoe meer je benadrukt dat die kinderen onschuldig zijn, zij kunnen er niet aan doen, het zit in hun hersenen, hoe meer je natuurlijk impliciet zegt, het probleem zit bij de ouders. De ouders voeden hun kinderen niet goed genoeg op. Ze stimuleren hun kinderen niet genoeg en dus moeten we opvoedingsondersteuning geven. We moeten die ouders leren hoe ze hun kinderen moeten stimuleren. Maar opnieuw, hoe doe je de kinderarmoede dalen? Door die inkomens te verhogen. En dat doe je niet met dergelijk beleid. Ik heb nu alles afgebroken. Om met een positieve noot te eindigen, denk ik dat er geen reden is tot wanhoop. Ik denk dat we op lokaal vlak, dat lokale besturen, eigenlijk echt wel veel kunnen doen. Ten eerste in het flankerende armoedebeleid. Ik zeg, we mogen de structurele armoedecomponenten niet uit het oog verliezen, maar het is even belangrijk om natuurlijk in te zetten op preventie, op flankerend beleid, om ervoor te zorgen dat leven in armoede makkelijker wordt. En daar heeft het lokaal bestuur een erg belangrijke rol te spelen. Ik heb niet zoveel tijd meer, denk ik. Dus ik ga hier niet lang bij stilstaan, want we zullen straks ook nog voorbeelden horen. Maar wordt het een coördinerende rol? Zijn die huizen van het kind bijvoorbeeld, zijn niet toegankelijk voor iedereen? Vinden lage inkomensgezinnen hun weg? Vinden migrantengezinnen hun weg daarnaartoe? Lokale besturen zijn het best geplaatst om dat te kunnen oppikken en aan te passen. We kunnen ook beleid initiëren. Ik geef het voorbeeld van een stimulerende leefomgeving. Uw ruimtelijk ordeningsbeleid moet ook een kinderarmoedebeleid zijn. Het is heel belangrijk dat er voldoende ruimte zijn om te spelen voor kinderen. Als je als lokaal bestuur een beleid uittekent op dat vlak, moet je dat eigenlijk incorporeren. Moet je zorgen dat net in die buurten waar kinderarmoede geconcentreerd is, dat daar mogelijkheden zijn tot buitenspelen, bijvoorbeeld. Lokale besturen hebben ook een belangrijke rol te spelen bij het sensibiliseren. Bijvoorbeeld naar scholen toe. Hoe gaan scholen om met kinderen die in armoede leven? Hoe gaan scholen om met ouders die hun rekening niet betalen, maar uit schaamte daar niks van durven zeggen? Hoe gaan oudercomité's daarmee om? Maar ook naar de eigen dienstverlening. Als in een stad maatschappelijke werkers aan de slag zijn, die aan armoedebestrijding gaan doen met het idee dat armoede uw eigen schuld is, dan ga je niet veel zoden aan de dijk zetten. Dus ook daar heeft het lokaal bestuur natuurlijk een heel belangrijke rol in te spelen. Maar ook in het structurele beleid denk ik dat er op het lokaal niveau hefbomen zijn. Ik geef een aantal voorbeelden van sociale huisvesting. Heel belangrijk natuurlijk, kosten beheersen. We zorgen dat wonen betaalbaar is voor mensen. Dat is echt structureel armoedebestrijding. Schoolfacturen, we zorgen dat er mechanismen zijn om die schoolfacturen te betalen. Wijkgezondheidscentra is een bekend voorbeeld. En kinderopvang. Lokale besturen hebben natuurlijk een belangrijke rol te spelen in die kinderopvang. Wat kun je bijvoorbeeld doen? Je kunt zorgen dat bij het uittekenen van je kinderarmoedebeleid dat er voorrangsregels zijn. Dat die voorrangsregels rekening houden met de sociodemografische samenstelling van je bevolking. Dat sociale motieven primeren bij het uittekenen van een voorrangsbeleid. Dat je plaatsen voorbehoudt voor mensen die misschien niet onmiddellijk de weg vinden naar een kinderopvang. Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, want de vraag is heel groot naar kinderopvang. Maar daar kun je als lokaal bestuur wel verschillen maken. Je kunt ervoor zorgen dat er plaatsen beschikbaar zijn voor mensen die geen plaats gezocht hebben toen een kind werd geboren, zoals de meeste middenklassers dat doen. Zoekproces van de ouders. We weten dat die kwetsbare kenmerken van ouders samengaan met een vertraagd zoekproces. Dat mensen pas als die baby er is, beginnen op zoek gaan naar een kinderopvangplaats en dan uiteraard geen meer vinden. Zijn er mogelijkheden om op lokaal niveau plaatsen voor te behouden die onmiddellijk kunnen ingevuld worden? Uitbreiding van uw aantal plaatsen. Gebeurt dat in de buurten waar er meest nood aan is? Vandaar, ik had gehoopt om de dubbele grafiek te kunnen zien daar pas.
Maar gebeurt die opvang in de buurten waar het meest nodig is, of gebeurt die uitbreiding elders? Voor Brussel bijvoorbeeld weten we, van onderzoek van professor Michel van den Broek, dat daar de uitbreiding van inkomensgerelateerde plaatsen vooral heeft plaatsgevonden in wijken die het rijkst van allemaal waren. Dat zijn de mechanismen en de punten waar je als lokaal bestuur echt het verschil kunt maken. En zo voer je ook meteen een structureel beleid. En natuurlijk, armoedebestrijding is meer dan OCMW-cliënteel. Voor lokale besturen is natuurlijk, en ik begrijp dat perfect, logisch om OCMW als speerpunt te nemen van je armoedebeleid, maar je bereikt daarmee eigenlijk maar een kleine groep van mensen. Kinderarmoede gaat over veel meer kinderen dan de kinderen van leefloners of van OCMW-cliënten. Ook daar moet je eigenlijk oog voor hebben. Wat kun je nog doen? Lokale besturen hebben natuurlijk een signaalfunctie. Zij staan het dichtst bij de bevolking en zij kunnen signaleren waar het misloopt. Zij zijn het best geplaatst om feedback te geven en feedback te krijgen. Voorbeeld van armoedevereniging of in samenwerking met armoedeverenigingen. Is de dienstverlening op lokaal niveau is die toegankelijk? Is die begrijpbaar? Is die bereikbaar? Slagen die diensten erin om hun doelstellingen waar te maken? Kunnen gezinnen met kinderen al hun rechten opnemen? We weten dat er grote mate van non-take-up is in sociale rechten. Lokale besturen zijn het best geplaatst om dat te signaleren. Waar loopt het mis? Wat zijn de mechanismen die zorgen voor uitsluiting? Wat zorgt er nu voor dat gezinnen toch hun recht niet opnemen? En natuurlijk, lokale besturen hebben ook een rol te spelen als beleidsmaker. Zij voeren niet alleen uit, zij zijn ook zelf beleidsmaker en zij kunnen tegen de stroom inroeien. Als er federaal of Vlaams beleid is, kun je als lokaal bestuur braafjes uitvoeren of kun je zeggen, nou, eigenlijk staat ons dat niet aan, dat is een beetje in tegenstelling wat een goed armoedebeleid zou moeten zijn. Wij gaan tegen de stroom inroeien. Dat kunt je als lokaal bestuur gaan doen. En dus, tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren. Ik denk, als lokaal bestuur en je denkt na over kinderarmoedebestrijding, dat je vooral moet pragmatisch en realistisch zijn. Ik zie soms lokale besturen die zichzelf doelstellingen opleggen, die zichzelf targets opleggen, van we gaan de kinderarmoede in de volgende legislatuur halveren. Doe dat niet. Het zal u niet lukken en je hebt niet eens de instrumenten om het te doen en je hebt niet eens de indicatoren om het te gaan evalueren. Dus doe dat niet. Wat je wel kunt doen, is natuurlijk je targets zetten op niveaus waar je wel een impact hebt. Het beleid waarvan je wel weet, daar maken wij het verschil. Probeer manieren te zoeken om dat beleid te evalueren. Probeer na te denken over, als je projecten doet, zijn die succesvol op een of andere manier? En dat moet niet op een hyperwetenschappelijke manier met dubbelblind gecontroleerde experimenten zijn. Dat kan ook gewoon iemand die erbij zit en die opschrijft, die observeert. Die gaat kijken, is een project, doet dat iets voor mensen? Zijn mensen er beter mee? Zijn mensen er iets mee? Dat kan al voldoende evaluatie zijn om te gaan vergelijken tussen verschillende projecten en om dan nadien te beslissen, hiermee gaan we verder en hiermee gaan we niet verder. Maar wees daarin pragmatisch. En dus, ik eindig toch met een iets wat optimistische conclusie. Kan een lokaal bestuur de kinderarmoede doen dalen? Ik denk van niet. We moeten ons daar weinig illusies over maken. En het is beter dat we ons daar goed bewust van zijn dan dat we onszelf onrealistische doelstellingen zetten. Maar wat kunnen we wel doen? Het lokaal niveau heeft een heel belangrijke rol te spelen in het beperken van de effecten van armoede. Om het leven van heel wat mensen beter te maken, dat kan het lokaal niveau doen. En op langere termijn kan het ook op structureel niveau een aantal dingen veranderen. En ik denk dat dat de zaken zijn waar je als lokaal bestuur moet over nadenken en waar je uiteindelijk een succesvol armoedebeleid mee kunt uittekenen. Dank u wel.